Afgelopen zondag was de laatste dag van de Floriade. En dat betekent dat het deze week tijd is om te beginnen met opruimen. Zo gaan de domes van Reborn Pop-Up Solutions in Lelystad in de uitverkoop. De tinten staan inmiddels op Marktplaats. Ja, Rinse Wels is van de Reborn Pop-Up Solutions. Rinse, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben het dus over deze domes. Het zijn eigenlijk een soort van tenten. Maar ja, misschien kun je ze even beter beschrijven. Ja, dat klopt. Het zijn tenten, maar wel hele bijzondere tenten. Het zijn aantrekkelijke tenten en stormvast. En wij hebben ze mogen plaatsen voor Flevo Food, Vereniging Flevo Food op de Floriade. En die heeft daar allerlei evenementen in georganiseerd. En ja, het is een doom, zo worden ze dan ook genoemd. Het is ook letterlijk een doom, het is een rond. Maar wat maakt het zo bijzonder? En ook de structuur, zeg maar, zo uniek. Nou kijk, het is aan de ene kant, het lijkt een doom, maar het is het stiekem niet. Omdat rond niet zo makkelijk schakelt. Dus wij hebben iets gemaakt wat vierkant en zeshoekig is. Zo makkelijk te schakelen, maar het ziet eruit als een mooie ronde vorm. En ze zijn eigenlijk als een IKEA-pakketje in elkaar te bouwen. Dus we sturen ze over heel de wereld en iedereen kan ze gewoon zelf opbouwen. En ze voldoen aan alle hoogste eisen van de TÜV. Dus de Duitsers hebben ernaar gekeken en dat maakt ze eigenlijk bijzonder. Ja, want ik ben op de Floriade in die inzending geweest van Flevo Food. Aan de buitenkant denk je inderdaad, dat zijn allemaal losse elementen met ronde daken. En dan sta je erin en denk je, hey, dat is één hele grote ruimte. Ja, dat klopt. Je kan ze namelijk schakelen. En het leuke is dat je hebt met een vierkante footprint, zeg maar, en een zeshoekige. En dan kan je dus hele leuke combinaties maken. En normaal staat het een beetje rechthoek tegen rechthoek. Maar hier kan je leef je uit als je zeshoeken tegen zeshoeken gaat zetten. En vierkantjes eraan, dan kan je hele leuke organische vormen creëren. Ja. Grote ruimtes. Ja. Het klinkt heel goed. En we hebben ze kunnen zien in de Floriade. En nu zijn ze dus in de uitverkoop, omdat alles moet worden opgeruimd en dergelijke. Maar ja, wat kost dat nou eigenlijk? Ja, dat is verschillend. De nieuwe lopen de prijzen natuurlijk uiteen. Maar zoals ze nu daar staan, de gebruikte, moet je denken aan tussen de 11.000 en de 30.000 euro. Dat je zo'n grote doom hebt. Voor professioneel gebruik. Ja, want Rinse, ik dacht eerst dat er een grapje gemaakt werd dat het op Facebook of op Marktplaats staat. Maar daar staan ze echt te koop? Ja hoor, ja zeker. Ja, daar bieden wij wel eens tweedehands aan. Dus de nieuwe producten doen wij via onze partners. En als wij producten hebben die gebruikt zijn, die een tweede leven kunnen krijgen, dan bieden wij ze vaak via Marktplaats aan. Omdat het wel een makkelijk medium is daarvoor. Ja, ja. En waar kan je ze nou op alle terreinen neerzetten? Of moet je wel iets eronder hebben? Of zit je met haringen vast? Ja, in principe. Ja, het zit heel goed verankerd. Voor elk terrein kan je ze in principe opzetten. En voor elk terrein hebben we verschillende verankeringsmethoden. Omdat dit moet tegen windkracht 10 kunnen. Dus het moet wel blijven staan. De tenten zijn sterk en als je ze niet goed vastzet, dan staan ze bij de buurman. Dus daar zitten hele grote haringen bij. Of ballast. Of schroeven om aan beton vast te maken. Of aan een straat. Er zijn verschillende mogelijkheden. En jullie zijn met Reborn Pop-Up Solutions met heel veel verschillende dingen bezig. Innovatief. Een van die dingen is ook het ontwikkelen van een nieuw bouwsysteem. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, graag. Want daar zijn we erg enthousiast over zelf. We hebben onlangs een proof of concept opgeleverd van ons. Het is een zorggebouw dat we hebben gebouwd met ons eigen bouwsysteem. En het bouwsysteem is eigenlijk een soort combinatie tussen Lego en Knex, zeg maar, het speelgoed, om zo maar te zeggen. Zo simpel. En het is zo eenvoudig te bouwen dat je daarmee kan bouwen met personeel, wat eigenlijk daar niet voor is opgeleid. Of geen bouwkundige achtergrond heeft. Dus iedereen die een beetje wil en een beetje handig is, kan ermee bouwen. Dat hebben wij ook gedaan. We hebben het gebouw gebouwd met drie jongens. Die hebben denk ik voor 90% het hele gebouw gebouwd. Zonder bouwkundige achtergrond. En dat was voor ons wel, wel een mooie prestatie, vonden wij. Ja. Wat bouw je dan zoal? En hoe groot moet ik denken? Ja, in principe kan jij, wij denken altijd groot. En dat kan hier ook mee. Je kan een tiny house mee maken. Maar je kan ook een heel groot appartementencomplex van. Het zijn eigenlijk Lego blokjes die je op elkaar kan stapelen op verschillende manieren. En wij zorgen ervoor dat die blokjes zelf ook weer heel makkelijk
geassembleerd kunnen worden eigenlijk. Klinkt eigenlijk heel logisch. Zeker als je referentie maakt met Lego en zo. Dat deden we vroeger als klein jongetje natuurlijk ook allemaal. En als klein kind. Maar bestond het nog niet? Nee, het bestond nog niet. En eigenlijk is dat precies ook wat we doen. Eigenlijk zijn we nog kleine jongens die met Lego spelen. Alleen het is voor de serieuze zaak. We hebben een serieuze opgave met het gebrek aan huisvesting, zeg maar. En dat proberen we zeg maar op deze manier op te lossen. En ook dat je de doelgroep mee kan laten bouwen, zeg maar. Mm-hmm. Dus die mogelijkheid gaan wij ook bieden. Dus dat je je eigen huis kan gaan bouwen. En dat geeft niet alleen het dak boven je hoofd, maar ook een stukje je eigen waarde, zeg maar, mee. Van wauw, ik heb gewoon mijn eigen huis gebouwd. Nou, is het altijd zo met iets innovatiefs, Rinse, dat de wetgever daar meestal nog niet helemaal op voorbereid is. Merk je dat ook bij deze ontwikkeling? Kan je het makkelijk bouwen of moet je daar heel moeilijk met allerlei vergunningen mee in de weer? Nee, dus eigenlijk net zoals bij de tenten. Wij hebben het zo gedaan dat het volgens alle richtlijnen voldoet, zeg maar. Want anders heeft het niet zo heel veel zin. Het is leuk dat onze eerste opdracht was een gebouw voor zorg en wonen. Dat is volgens de hoogste richtlijnen eigenlijk, bouwbesluit voor zorg en wonen. Ja. Dus het was een aardige uitdaging. En we hebben in één keer de vergunning gekregen, zeg maar, van de gemeente. Dus we doen daarmee aan alle eisen. Dat is, in principe moet dat. Als jij impact wil maken, dan moet het voldoen aan alle eisen. Ja, nou, willen mensen een kijkje gaan nemen, dan kan dat. Dan moet je even kijken bij zorgbedrijf Flevozon, want daar hebben jullie het voor gebouwd. En jullie hopen klopt. Natuurlijk de wereld te veroveren met deze nieuwe manier van bouwen. Rinse Wels van Reborn Pop-Up Solutions. En ook nog één vraag. Op welke zoekterm moet ik zoeken voor dat op Marktplaats? Creatieve structuren voor mij. Stormvaste structuur, als ik me niet vergis. Nou, ik denk niet creative dat er onder die categorie heel veel valt. Dus dat is vast wel te vinden. Klopt. Ja, Rinse Wels van Reborn Pop-Up Solutions, dankjewel.